Research in the field of proteins, sometimes called proteomics, has grown in the last 10 years. Proteins are an important part of organic life and determine the cell structure within organisms. Biological research is important in healthcare, the food industry, and renewable energy, and is becoming ever more important in our daily life. I'm Peter Horatovic. I'm working at the University of Groningen in the Laboratory of Analytical Biochemistry. I have won Enlighten EU research in order to boost a research project in proteomics. CERNET will supply us with a light pad to interconnect large computers between universities of Groningen, Utrecht, Wageningen, Rotterdam and Amsterdam. The platform for bioinformatica and proteomics using SurfNet dynamic light paths can easily set up direct connections over the SurfNet network. While using these connections, you do not encounter other traffic. It's as if you have a whole motorway just to yourself. Therefore, the quality is very high while remaining constant. In this way, it is possible to quickly set up a flexible, distributed instrumentarium with reliable capabilities. The dynamic light paths offer unimagined new possibilities for remote cooperation and for the efficient use of otherwise costly resources. Er zijn meerdere groepen die zich met proteomics bezighouden. En die hebben allemaal eigen apparatuur en eigen onderzoek. Maar er zitten kruisverbanden. Er is data-uitwisseling mogelijk via dit type netwerk. So we are in the analytical biochemistry laboratory. We are a proteomics laboratory and we are quantifying and determining proteins in different biological samples, like serum. The goal in cervical cancer is to find early biomarker for this disease. Het onderzoek wat Peter Horvatovic doet, ook samen met Reiner Bischoff, eigenlijk het hoofd van de proteomics afdeling hier in Groningen, is voor ons van groot belang. Wat wij eigenlijk willen is het ontdekken van eiwitpatronen in het serum, dus in het bloed van vrouwen in eerste instantie met baarmoederhalskanker, maar wellicht hopelijk in de toekomst ook nog vrouwen met voorstadia. Wij vragen uiteraard patiënten of ze toestemming willen geven om aan het onderzoek mee te werken. En dan vervolgens wordt er op het laboratorium een buisje bloed afgenomen, wat vervolgens naar het laboratorium gebracht wordt. Het blijft een tijdje staan, zodat het bloed kan stollen. En daarna wordt het serum wat dan overblijft, dat wordt afgepipetteerd en wordt in kleine hoeveelheden opgeslagen in een vriezer bij min 80 graden. Zodat het dan uiteindelijk gebruikt kan worden voor de analyses die dan vervolgens in een ander laboratorium plaatsvinden. Research done in Groningen into biomarkers will one day enable us to diagnose cervical cancer based on a simple blood test. Apart from this, proteomics is relevant in countless other fields of research. Het NBPP is het Nederlands Bioinformatics Proteomics Platform, of eigenlijk gewoon kort Proteomics Platform. Dat is een samenwerking tussen verschillende bioinformatica groepen in Nederland. Gravier doet stamcelonderzoek met behulp van proteomics. Hij kijkt naar cellen zonder enige functie, die zich dan uiteindelijk ontwikkelen naar cellen met een functie, zoals een hart of een spiercel. En daarin veranderen eigenlijk de eiwitten in zo'n cel. En hij wil graag weten welke eiwitten daar veranderd zijn, zodat zij die processen kunnen verklaren. Reinoud doet onderzoek naar reuma. Dat is een auto-immuunziekte. En hij is geïnteresseerd in welke eiwitten daarbij een rol spelen. SurfNet is een van de grootste leveranciers van het netwerk, zowel binnen de universiteit als binnen andere kenniscentra. Zonder SurfNet hebben wij dus eigenlijk ook geen goed netwerk of een framework om onze data mee te kunnen analyseren. Op dit moment, als je bijvoorbeeld een massaspectrometer-experiment hebt gedaan en je hebt heel veel data verzameld, bestaat de kans dat je naar een andere groep moet om die data te bewerken en te analyseren. The high-performance network of SurfNet enables us to complete data-intensive jobs more quickly. More complicated analyses are possible because of the faster environment in which the calculations take place. Hundreds of researchers in Holland will benefit from this fast and efficient hybrid network.